De EA-persconferentie vond gisteravond plaats en er is echt een heleboel nieuws aangekondigd. In deze video zie je een samenvatting van alles wat tijdens de EA Play is laten zien. De persconferentie opende met Titanfall 2. In tegenstelling tot het eerste deel gaat de komende game wel een singleplayer modus bevatten. Het verhaal zal gaan over de strijd tussen de mens en machine. Titanfall 2 bevat zeker ook een multiplayer, waarin je de controle neemt van één van de 6 verschillende Titans. Als je de game pre-ordert, krijg je toegang tot de beta, die voor de release van 28 oktober plaats zal vinden voor de Xbox One, PlayStation 4 en PC. Fans van American Football kunnen dit jaar aan de slag met Madden NFL 17. De game bevat een nieuwe feature, genaamd Play the Moments. Hierin wordt een wedstrijd gesimuleerd, maar tijdens belangrijke momenten ben jij degene die de spelers onder de knoppen krijgt. Zo worden saaie momenten tijdens het spelen geëlimineerd, omdat je alleen maar actie op je beeldscherm krijgt. Vanaf 23 augustus is Madden NFL 17 beschikbaar voor de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 en Xbox One. Here we go. Over Mass Effect Andromeda werd weinig nieuws bekend. Wel werd echter bekendgemaakt dat de game op de Frostbite engine van DICE gaat draaien, zoals ook FIFA 17 en Battlefield 1 dat gaan doen. We kregen tijdens de presentatie een kijkje achter de schermen van het ontwikkelaarsteam van Mass Effect Andromeda, dat concept art en een aantal in-game beelden liet zien. Ook de release van een nieuwe FIFA is bekendgemaakt. FIFA 17 draait voor het eerst op de Frostbite engine en het spel gaat een heuse verhaalmodus krijgen. Deze verhaalmodus heet The Journey en je moet je weg naar de top vinden door slimme verhaaltechnische keuzes te maken. Je speelt met een voetballer genaamd Alex Hunter, die bekendheid wil vergaren in de Engelse Premier League. Naast deze feature krijgt FIFA 17 ook een verbeterde AI, die je straks nog meer tegenstand gaat bieden op het voetbalveld. Vanaf 27 september is FIFA 17 beschikbaar voor de Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3 en PC. I'm ready. You'll get your opportunity, Hunter. Just get me out there. Na FIFA 17 werd het EA Originals concept getoond. EA Originals is een project waarin EA als uitgever indie-ontwikkelaars een podium gaat geven om hun games aan de wereld te tonen. De inspiratie voor het project was Unravel, een indie game die vorig jaar op de E3 werd aangekondigd. De eerste game die onder het label gaat vallen heet V, een game waarin de gesproken taal niet uit woorden bestaat, maar uit muziek. Je moet je eigen soortgenoten zien te vinden, en dit doe je door te praten met de andere wezens die in de wereld van V voorkomen. Star Wars is een gigantische franchise en EA is van plan om nog een flinke duit in het zakje te doen op het gebied van games. Zo werd aangekondigd dat 3 huidige Star Wars games nieuwe content gaan krijgen. Het gaat hierbij om Battlefront, Galaxy of Heroes en The Old Republic. Daarnaast werd aangekondigd dat ook Battlefront 2 in ontwikkeling is bij DICE, waarin we content gaan zien uit de films van de sequel trilogy, waarvan The Force Awakens ook deel uitmaakt. Daarnaast is er bij Visceral Games, de makers van Dead Space en Battlefield Hardline, ook een Star Wars game in de maak, die op de planning staat voor 2018. Realize her world. Ter afsluiting kregen we een gameplay trailer te zien van Battlefield 1. Deze eerste wereldoorlogshooter is al sinds de bekendmaking afgelopen maand heel veel in het nieuws geweest. Battlefield 1 krijgt onder andere dynamisch weer en het krijgt nog meer destructie van gebouwen dan al in de voorgaande Battlefield games te zien was. Na het tonen van een gameplay trailer is het tijd voor een livestream van de eerste multiplayer match. 64 spelers namen het in teams van 32 tegen elkaar op in de Conquest game mode. Bekende spelers waren onder andere Snoop Dogg en Wiz Khalifa. Vanaf 21 oktober is Battlefield 1 beschikbaar voor de Xbox One, PlayStation 4 en PC. In deze zomer kun je ook alvast de game uitproberen, dan vindt er namelijk een open beta plaats. Dit was de samenvatting van alles wat er is getoond op de EA Play presentatie in Los Angeles. Voor al het nieuws rondom E3 ga je naar www.xgn.nl.